Het IMF, geleid door Anastasia Godzina, ontmoette op 7 augustus 2024 de leiding van de Nationale Assemblée. Tijdens deze bijeenkomst werd het IMF via een presentatie geïnformeerd over goedgekeurde en in behandeling zijnde wetten. Met nadruk op het nieuw burgerlijk wetboek, de NRA-wetten en wetgeving voor de verkiezingen van mei 2025. Daarna sprak het IMF met fractieleiders Aziz Kumar Gayadin en Obed Kanapé. Deze ontmoetingen maakten deel uit van de 7e evaluatiemissie van het IMF, gericht op de beoordeling van Surinames economische prestaties en het naleven van programmavoorwaarden. De Stichting Productieve Werkeenheden startte op 2 augustus 2024 een training voor jonge werkende vrouwen van het Wisma Karivati Internaat, gericht op ondernemerschap en mentale weerbaarheid. De training, gefinancierd door de Caribbean Development Bank, is bedoeld om startende vrouwelijke ondernemers te ondersteunen in hun groei en hen helpen om te gaan met uitdagingen van het ondernemerschap. Directeur Etienne Edman benadrukte het belang van doorzettingsvermogen en mentale weerbaarheid voor succesvol ondernemerschap. De Stichting Productieve Werkeenheden reikte op 5 augustus 2024 certificaten uit aan 12 marktventers voor marktleiding 11A voor het succesvol afronden van de training Basic Entrepreneurship and Food Packaging en Labeling. Deze training gaf de deelnemers kennis en vaardigheden op het gebied van hygiëne, veiligheid, kostenbeheer, duurzaamheid en mentale weerbaarheid. De training werd geprezen gezien het belang van deze vaardigheden voor de groei van de landbouwsector en de lokale voedingsindustrie.